dat het met die 47 graden echt een hel was. Hoor ik Sergio puffen en zuchten en die zit ineens rechtop. Hé, hey, is die mooi of is die mooi? Zo blij? Zo blij? Zullen we hem laten zien? Hey, dat is een vakantie is begonnen! Vakantie, lekker warm terrasje, super! En we gaan gezellig bij vrienden even op bezoek op de camping. Ja, de camping! Echt goed! Ik vind het lekkere weer. Ja, de camping toch? Ja, tuurlijk! Toch. Dus. Dus. Oh, jongens, de vakantie is begonnen. Koningin. En, ja, er speelt nog wel wat, zeg maar. Want nou, hier is het gewoon best weer. Ja. Bij het Garnemeer in Italië komen blijkbaar de hagelstenen naar beneden. Zo groot als de hagelballen. Ga je naar Sicilië, weet je wat dus ook Italië is, zeg maar. Daar was het afgelopen week 47 graden. Ook lekker. Dus ja, wat wil je liever? Wil je hier blijven? Wil je naar het Garnemeer met de kans op een hagelsteen op je hoofd? Of liever naar Sicilië, waar gewoon je huid van je lijf brandt? Ja, zeg jij het. What to do? Nee, alle gekheid op stokkie. Als het goed is, ziet het er wel al wat beter uit op Sicilië, hè? Het was nu iets, of althans, het was komende week als het goed is, iets van 30 graden. Dus dat is... 30 graden is te doen. Nog steeds wel heel warm natuurlijk. Maar we begrepen van vrienden van daar dat het met die 47 graden echt een hel was. En dat zelfs de zee zo erg was opgewarmd dat je er gewoon niet van af kon, zeg maar. Dat is wel heftig. Nou, we hebben nog een paar dagen, want we gaan vrijdag vliegen, hopelijk, als alles veilig is. Ja. En dan hopen we dat alles weer een beetje normale temperaturen en weersomstandigheden is. Ja. Het vliegveld is weer vrijgegeven, toch? Dus die is weer open. Ja. En nu zijn we dus even gezellig onderweg naar vrienden. Die staan op de camping, die wonen daar heel eventjes totdat hun huis klaar is. Dus we dachten, we gaan gezellig langs. Helaas is het dus niet zo lekker weer. Ik ben benieuwd of het zwembad binnen of buiten is. Gewoon buiten. Buiten? Nee joh. Ja. Op de camping? Ja. Buitenbad. Nou, we gaan het zien. Ze hebben in ieder geval een huisje, geen tent of iets. Dus we kunnen er ook zitten. Zo is het. Maria, heel anders. Ik sta met een fietsje in de baan. Ja, je gelooft het niet, maar we zijn zelfs nog even gaan zwemmen. Kijk, dit is Chloe. En Sean. En Jesse Silver is nu eventjes aan het omkleden. Hé, hey, vent. Heb je lekker gezwommen? Een hele goede morgen. Nou, we hebben gisteren een leuke dag gehad. We zijn nadat we bij Eddie zijn geweest op de camping en lekker hebben gezwommen, zijn we nog even doorgegaan naar Anja. Want die is al lekker een paar dagen thuis. Het is woensdag. Ja.
Dus die kwamen we even verrassen. Daarnaast was Rolf ook nog jarig. Dus die konden we ook even een lekkere kus geven. We waren wel helemaal kapot ski. En toen gingen we naar huis. We waren echt helemaal kapot. Ook niet helemaal lekker of zo. Nou ja, toen gingen we slapen. En ineens hoor ik Sergio puffen en zuchten. En die zit ineens rechtop. Met een emmer op zijn schoot. Wil je er wat over kwijt, schat? Nou, dat ben ik al kwijt. Nou ja, je weet gewoon... Dan, ja, het is lang geleden. Maar dat gevoel dat je denkt, ik ben niet lekker. Maar dan heb je nog dat gevoel dat je weet gewoon... Er moet iets uit. Er gaat iets uitkomen. Ik heb best lekker gegeten. Worstelbroodjes, ook niet heel veel, dacht ik. Worstelbroodjes, die tomahawk, maiskolfje. Toen nog een paar, twee stukjes taart bij mijn moeder. Maar op zich, ja, maar ik heb niet echt gek veel gegeten. Wat brood en zo. Ja, dat dacht ik overdadig. Daar dacht mijn maag wat anders over. Ja, of je hebt toch inderdaad iets verkeerds. Ja, maar jullie hebben allemaal hetzelfde op. Alleen vlak voordat ik naar bed ging, dat heb ik dan vaak nog. Dat heb ik twee dadeltjes op. Ja. Nou, was dat dan de druppel? Die heb ik niet op. Dus ik weet het niet, maar... Het ging helemaal mis. En toen zei hij, oh, wat een timing. Want hij heeft vandaag een grote catering. Ja. Waar hij zelf ook gaat staan om te barbecuen. Ja, en dan wil je daar niet met je kotssmoel bij staan. Kotssmoel? Hé, hey, Brentje! Ach, god, Brentje. Jessie, wil jij spelen? Ga maar zeggen dat je zo gaat, helaas. Naar Aventuria. Want we gaan even naar Aventuria. Terwijl Sergio aan het werk is. Ja, dus het verschil moet er zijn. Het verschil. Hij kijkt gewoon naar mij. Oh, dat is het. Oh, hij leeft nog ook. Het is een echte. Hij zit daar te relaxen. Oh, ja, er ligt iemand bij hem. Au. Jessie, weet je wat dat is? Ja, een stokstaart. Een stokstaart. Ja. Maar daar ligt een baby. Zou het een baby zijn? Nee. Nee, maar het is gewoon zijn partner. Ze houden gewoon altijd allemaal van elkaar die stokstaartjes. Ja. Het is een magoen. De avonturenboom. Zullen we even luisteren, Jessie? Hier wonen de zoepies. Oeh, stapstenen gros. Oh, dit is een keuken, denk ik. Ja. Hè? Van de boot dan, hè? Ja, zal wel zo blag eruit hè? Oh, kijk nou. Ze hebben niet eens doorgetrokken in de wc. Er ligt nog een plasje. Oh. Kijk, en daar zit oma. Daar, bij het raam. Oeh, zit er iemand aan het werk? Leuk, hè? Oh, en hier slapen ze dan. Gaan we weer naar beneden? Oh. Dat, bijvoorbeeld dat ze met een vos bezig zijn en dan zijn ze een rotte tand aan het trekken. En die vos die helpen zij. Takjes, hè?
Gedaan. Zeker dit formaat, dat voelt eigenlijk al dat wij een te grote prooi zijn. En als we dan even afspreken samen, dat we niet aan zijn staartje gaan zitten. En verder vond ik het heel erg leuk dat jullie er allemaal waren. Ik hoop dat jullie nog iets geleerd hebben. Voor mij was het in ieder geval een heel spannend beschiet. Ja, live action. Ja, kijk. Kijk, ze zijn baby's aan het maken, Jessie. Ze is baby's aan het maken. Ja. Dan zijn ze gewoon heel erg aan het knuffelen. Even inpakken. Dan moet je even een half uurtje blijven zitten bij mama en daarna gaan we hem proberen eruit te halen, ja? Jij loopt ook heel vaak op je blote voeten. Dus. Hey Jessie, waarom zit jij eigenlijk met jouw voeten in het in een badje? Omdat ik heb een splinter in mijn teen. Wat hebben wij toch met splinters, hè Jessie? Wat hebben we er toch mee? En hij is heel groot, hè? Laat hem eens zien. Heel groot. Oh, en hij wil er niet uit. En Jessie wordt helemaal hysterisch als we hem proberen eruit te halen. Dus dan maar in water weken, hè? Ja. Ondertussen gaan wij heerlijk eten. Burrata. Mm. Ja, en papa staat ook nog even buiten in het wind. Om wat vlees te barbecuen. Ja, ik had eigenlijk zo naar zijn kamer moeten houden. Ja, dat arme kind heeft dus echt een splinter van zo lang. Ja, ik heb echt nog nooit zo'n splinter gezien. Zo groot. Hij zit gelukkig niet heel diep. Maar hij is helemaal mentaal als we eraan zitten. Ja, hij is echt... Hij flipte hem volledig gewoon. Hij werd echt hysterisch. En hij is sterk, jongen. Dat is niet normaal. Dus we dachten, ja, dit is onbegonnen zaak. En toen dachten we, ja, we gaan er ook niet voor naar de spoed. Naar de EHBO. Ja. Dus we dachten, we doen een weken. En dan gaan we het gewoon proberen als die slaapt. Misschien heel gemeen. Ja, of juist niet. We hadden hem ook gewoon in de houtgreep kunnen gooien. Nee, precies. We gaan proberen dat hij in diepe slaap. Maar je hebt nu al best wel een heel stuk hem open gekregen. Nou, wat ik nu heb kunnen doen inderdaad, dat gaat sowieso helpen met het weken. Ik had gehoopt dat ik een puntje kon wippen, maar dan werd hij te wakker. Dus ik heb echt wel 2 millimeter vel weg kunnen peuteren. En dus, ja, het topje ligt in principe bloot. Maar ja, dat was bij mij ook, hè? Ik heb die van jou niet meer gezien. Dus, dat was echt, toen had je een klein stukje en de rest brak af. Oh ja. Ja, maar die van jou die zat veel dieper. Ja. Want dat was best wel een dikke. Wat een gesprek heb je. Zo, maar hoeveel splinters hebben we de afgelopen tijd nou niet gehad? Ja, toen die vlonders nog niet gebijtst waren, echt als een malle. En nu hebben we dus 2 van die vlondertegels ongebijtst voor de... Ja, 4 zelfs. Ja, voor de schuur liggen, zeg maar. Een beetje zo van, nou die hebben we over. Tijdelijk. Daar gaan we nog wat mee doen. Ja. En daar schiet hij zijn voet op, dus hij schuift. En er schiet zo'n stengel in.
Dit waren de spijkers van de middeleeuwen. Ja. Maar echt. Ja. Ah, zo zielig. Nee, want we wilden dus het nieuwe springkussen opzetten. En echt, de eerste stap die doet, pats! En hij zegt, oh! En hij voelt nog, oh, is niks. En ik dacht, is niks. Ja, als je er eentje, als je hem voelde, dan zit er waarschijnlijk wel een. Dus ik kijk en ik, wow! Oké, wacht. Oh. Even slikken. Dat had ik even niet aangekomen. Die kringen zijn echt moeilijk eruit te krijgen gewoon. Ja, niet helemaal als de patiënt niet stil zit. En je voet is gevoelig, hè? Ja. Dat is echt wel een heel... Al die zenuwbanen die er lopen. Ja. Dus laten we het over een half uurtje nog even proberen als hij hier wat dieper in slaap ligt weer. Ja. En mocht hij nou niet... Ja, mocht hij weer gaan bewegen, dan... Misschien kan ik dan, kunnen we dan nog een trekpleister overheen. Ja, als het inderdaad... Trekzalf met een trekzalf pleister. Trekzalf pleister. Ja. De dingen waar je mee te maken krijgt. Tja. Parent life. Het is de tweede nacht. We hebben nog even in bad gezeten om hem te weken. Hij heeft vandaag met een trekzalf gelopen. Was er mee akkoord dat we het vannacht weer gingen proberen. Ja, hij zei, is goed. Hij ligt zo wat half uit bed. Was hij vleermuis in zijn vorige leven? Goedemorgen! Sergio die is alweer druk bezig, want onze mis heeft die gemaakt. Hebben jullie gezien? Ondertussen zijn wij de vakantiedagen aan het aftellen, hè? En er is weer een dag voorbij, althans, het is vandaag de vierde dag. Het is dinsdag. Dus Jessie die mag een stickertje plakken. Doe maar hoger. Voorzichtig. Ja. Op de nummer 4. Wow, toppie. High five. Bam! Kan je weer goed lopen op je voet? Ja. Ben je bevrijd? Ja. Ja. Dan mag je lekker aan deze kant. Lekker omhoog klimmen. Oh, lekker omhoog klimmen, ja. Papakus? Met je gave t-shirt. Zakjes. Mama. Jij ziet er ook weer helemaal sharp uit. Dankjewel. Ik vond hem niet zo leuk aan de hanger, maar toen je hem aan had, dacht ik meteen, dat is een leuke. Gaaf. Ja. Ja, daar moest je even doorheen kijken inderdaad. Je zei net een hobbelzak. En toen zei ik, ja, maar als ik hem aan had, denk ik dat hij heel anders gaat vallen. Mama, mooi hè, Jess? En hoe gaaf is Jessie's t-shirt? Ook die achterkant vind ik echt heel stoer. Heb jij gewoon... Pika, pika! Pika, pika! Even recht staan. No! Even recht staan, Jessie. Even, ja, achterkant. Dat was gedraaid. Kijk eens naar voren. Ja, zo. Daar is die. Cool, hè? Heel gaaf. Maar gave kleuren er ook bij. Maar ik heb... Nou. Pikachu! Pikachu! Nou, jij gaat hem naar oma brengen. Ja. Dan ga ik eventjes voegen. Ja. Ja, inderdaad. En dan gaan we daarna nog even de rest proberen te shoppen, want we hebben een koffer en weet ik het allemaal. Ja, en we hadden het lijstje ook niet bij ons, dus we gaan even kijken of we daar nog iets van gemist hebben. Inderdaad, en hopen dat daar wel een monkey is. Oké, doei mama. Want ik wilde heel graag naar de monkey. Ik wilde heel graag naar de monkey in de stad. Is die weg? En ik heb dat wel ergens gelezen, maar ik heb het verdrongen, denk ik. Dus dat vind ik heel erg balen. Dus we gaan even ergens anders naartoe waar die nog wel is. En dan zal je zien, ben ik daar, vind ik niks leuk. Maar we gaan even naar de Westfield Mall. Zo, Jessie is even bij oma gebracht. En ik kom thuis. En meneer heeft gewoon de nis gevoegd. Hij wordt steeds en steeds beter en steeds sneller. Kijk nou. Nu moet hij nog afgekit worden zo aan de... zijkanten, et cetera. En dan hier gaan we een zwarte lijst omheen maken. Dan lijkt het net een beetje een diepte schilderij.
En dit komt weer terug van dat natuurlijk. En het plafondetje komt weer terug van hier. Zo, we zijn bij de Westfield Mall of the Netherlands. Bij de Stradivarius. En ik heb mijn persoonlijke dressboy mee. Mijn persoonlijke klerenhanger. Next, please. Ja. Yeah. Volg mij, hè? Volg mij. Als een magneet. Als een trouwe labrador. Wandel ik achter je aan. Zo, we zijn weer thuis. We zijn behoorlijk geslaagd, hè, Poepie? Geslaagd? Met blut. Blut. Blutter de blut, blut. Ja, dit is laag 1, maar daaronder zit nog een laag. En hier nog wat? Nou. Maar, Zelfs ik heb een outfit ingeslagen. Precies, dus dat is wel super fijn. Hè? Ja. Helemaal toppie. Absoluut. Leuk. We hebben een mooi nisje erboven. Ja, dat is nice, hè? Het is vakantie en wij hebben iets besteld voor Jesse Silver. Nu is het weer er in Nederland niet geweldig naar. Maar we hebben iets tofs besteld. Ja. Namelijk een heel groot luchtkussen met water. Met water gaan we het maar even laten, denk ik. Maar we gaan hem even opblazen. Eens even kijken of het wat is. Holy moly. Wow. Hè? We hebben mijn auto weer gekocht. Oh, daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Als ik hem nou verder die kant op kan doen, dan kan ik hem dadelijk in het zand steken. Ja. Kom op, Jess. Let's go. Het is één dag voor onze vakantie. Jesse Silver is nog even naar de BSO, dus wij hadden... Ja, die heeft ergens last van, hè? Even tijd. Zo. Super chill, relaxed. Ja, wij denken wel dat hij een beetje gespannen is en dat het er in alle kanten uitkomt. Maar ja, dus we hadden nog even een tijd samen. Ja, dus we gingen even op pad voor palmpotten. Ja. En uiteraard hebben we die niet gekocht. Nee, en kwamen we thuis met allemaal dit soort dingen. Ja, je ziet het eigenlijk nog helemaal niet. Maar we hebben dus wel een zeil gekocht. Een zeil. Die we al heel graag wilden hebben. En helemaal voor in de hoek, zodat we daar de leeuwenkop op konden zetten. Mundo. We wilden ook al heel lang een side table of ook wel een console table voor achter de bank. Nou, die hebben we allebei in dezelfde stijl gevonden. Ja. En ja, wij zeiden al, als er iets of iemand een eclectisch interieur heeft, dan zijn wij het wel. Want we hebben nou weer... Het is mijn haar aan de hand, joh. Ja, gewoon pluizie, net zoals ik. Ja, dit is eigenlijk weer een beetje industrieel. Ja. Industrieel. Ja, dus het is altijd bij ons gewoon wat we leuk vinden, ja. Maar het toch bij elkaar laten passen. Industrieel chic is dit. Industrieel chic. Eclectisch. We gaan het zo even laten zien wat we allemaal gekocht hebben en wat we ermee doen. Hey, is die mooi of is die mooi? Zo blij? Zo blij? Zullen we hem laten zien? Oké. Oké dan. Ah! Oh, ik ben zo knijterblij. Oh. Kijk, deze zwart met goud past gewoon heel mooi bij die leeuwenkop. En we hebben dus de leeuwenkop ook aangevuld.
met deze. En met deze blaadjes die eigenlijk afhankelijk van het lichtinval de kleur bepalen. Deze. Ja, ze zijn wel bijzonder, hè? Soms zijn ze oranje, soms zijn ze goud. Ja, soms zijn ze roze. Bruin. Ja. Echt super, super, super blij mee. Zo zien jullie, dames en heren, dat wij echt niet alleen maar van roze zijn. Nee, er zit ook gewoon blauw tussen. Nou. En wit. Er zit ook één witte tussen. Ja. En we hebben wel een verandering gemaakt met de side table, want die stond niet leuk achter de bank. Nee. Hij was hoger dan ingeschat. Go with the flow. En we wilden hem eigenlijk met de achterkant van de bank. Even kijken of jullie hem kunnen zien. Ja, wilden we hem daaraan gelijk maken, maar hij zat hier. Meer aan de kussen. Dus dat vonden we toch niet zo leuk. En nu hebben we dus de perfecte plek gevonden waar die gewoon geniaal past. En waar we hem eigenlijk, ja, waar we eigenlijk altijd ook al iets wilden hebben, maar nog niet precies wisten hoe we dat dan gingen doen en maken. Nee, dus per ongeluk hebben we dat probleem ook opgelost. Ik zal het jullie even laten zien. Tadaa! Want we wilden eigenlijk hier langs ook iets hebben om nog wat leuks neer te zetten. Maar ook om bijvoorbeeld de kruiden misschien neer te zetten. Maar we hebben er nu dus al wat leuks opgezet. En hij is, nou ja, op misschien een paar millimeter na precies de grootte van de keuken. Ja, en wat ik ook zo fijn vind, is dat het daardoor dus het keukenblad ook weer wat rustiger maakt. Ja, ja. Dus ik vind het ideaal. Helemaal leuk. En we hebben een hele handige stofzuiger, draadloos, accu. Nou, perfect is het niet, maar beter is het weer wel. Avond leuk afgesloten, ja. Lekker gezongen met vrienden en onze eigen Amstel Live. Ja, inderdaad. Maar dan met goals. Maar zijn ze goed als klaar met alles? Dus morgen is die day, gaan we op vakantie. Ja. En uiteraard gaan we jullie daarin meenemen. Maar eerst nog even deze vlog. Dus hopelijk vonden jullie het weer een leuke vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Een belletje aan te zetten. Zodat je weer op de hoogte wordt gehouden als er een nieuwe vlog online komt. Ja. En we zien jou heel graag bij de volgende video. Ciao.